Ja. Hoe voelt dat om een Ajax-shirt in je handen te hebben? Ja, hartstikke goed natuurlijk. Ik ben hartstikke blij mee. Ja. Had jij verwacht dat het in de winterstop allemaal aan de grond zou komen? Het was allemaal wel een beetje kort dag, maar of ik het verwacht had, dat weet ik niet. Ik was er met de wedstrijden niet echt mee bezig, maar toen de transferwindow open was, dan ga je er toch aan denken, ja. Je hebt vrijdagavond nog gespeeld met Heerenveen tegen Dordrecht. Een dag later sta je hier. Zo snel kan het gaan dus, hè? Ja, precies. Zo snel kan het inderdaad gaan. En tot nu toe gaat alles ook hartstikke snel bij mij als je kijkt dat ik vorig jaar nog in de A1 speelde. Dus het is nog maar een jaartje dat ik in de Eredivisie voetbal. Ja. Je hebt net een rondje gelopen door het stadion, een kleine rondleiding gehad. Je hebt vorig jaar natuurlijk het stadion wel eens gezien toen je hier met Heerenveen kwam. Maar hoe anders is het nu om als Ajax ziet hier door de catacomben te lopen? Ja, dat is een hartstikke mooi gevoel. Ja, ik ben er zelf ook hartstikke trots op. En ik kan alleen maar blij zijn. Ja, want wat betekent Ajax voor jou eigenlijk? Ja, eigenlijk best wel veel. Ik ben er vanaf de jeugd eigenlijk al fan van geweest. En met mijn vrienden ging ik altijd wedstrijden kijken. Dus dat is wel bijzonder dat ik dan hier zomaar rondloop. Ja. Dus het is misschien wel niet je allereerste Ajax-shirtje dit? Nee. Je hebt een gesprek gehad met de trainer afgelopen week, heb ik begrepen. Hoe verliep dat? Ja, het was een hartstikke goed gesprek. Ik was meteen heel enthousiast. Dus daar was ik super tevreden over. Ja. Wat voor perspectief is jou geschetst? Wanneer moet jij daar staan? Ik mag nog wennen, maar ik wil gewoon knokken. En dan zullen we wel zien hoe het loopt. Maar natuurlijk is er veel concurrentie. Maar dat moet ik maar aangaan. Welke positie ga je richten? Well, niet specifiek één plek, maar ik zou toch wat liefst op het middenveld willen spelen. Ja. Je hebt voor 4,5 jaar getekend. Wat is je doel in die 4,5 jaar? Ja, om het te verbeteren, om een betere speler te worden. En wat ik al zei, dan ga ik hartstikke toe knokken. Hoe ziet je weekend er verder uit? Ja, ik ga morgen kom ik hier in het hotel en dan maandagochtend de keuring afronden en dan 's middags ga ik trainen. Is dat heel spannend, zo'n keuring? Nou, nee, de keuring op zich niet, maar voor de rest allemaal wel. Ja, het komt nogal wat op je af, denk ik, zo deze dagen, of niet? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Het is allemaal snel gegaan, dus er komt wel wat om af, ja. Je hebt de titelstrijd misschien een beetje gevolgd het seizoen tot nu toe. Hoe groot acht jij de kans dat jij samen met Ajax aan het einde van dit seizoen met de schaal in handen staat? Ja, groot. We gaan er zeker voor. En ik denk dat er nog van alles kan gebeuren. En hopen dat PSV een paar punten laat liggen. Ben je klaar voor Ajax? Dat denk ik wel, ja.